Yes, kijkers, kijkerinnen, welkom bij een nieuwe aflevering van Warriors TV. Ik ben hier in Emmeloord, in Vito Centrum nog. En hier vecht Andy Simmons. Mijn naam is Andy Bad News Semelier. Ik ben 22 jaar. Ik vecht bij Vito Centrum NOP. Ik heb 53 wedstrijden, waarvan 52 gewonnen, 1 verloren. Welkom in mijn Warriors leven. Woesh. Wat is je naam? Boy van Fijn. Boy van Fijn. Eddie Simmelier, op welke leeftijd kwam hij binnenlopen? Hij kwam zo'n krappe 4 jaar geleden, denk ik. 3,5, 4 jaar geleden kwam hij binnen als C-klasse. En toen hebben we een keer getraind samen en dat klikte zo goed. Sindsdien hebben we verkering, man. Ja, want ik zag nu namelijk, jullie kunnen goed met z'n tweetjes zelf dansen in de ring. Zeker. En jullie voelen elkaar goed aan. Was het bij het begin zo? Of? Het klikte wel gelijk. Je moet wel aan elkaar wennen uiteraard. Maar goed, die klik moet er zijn, want anders kan je niet lekker werken samen. Nee. En we hadden een beetje dezelfde ideeën, dus dat werkt altijd lekkerder. En nu kunnen we elkaar goed vinden. Man. Zeker. En vind je dat, vind je ook dat hij de respect al krijgt voor op die niveau waar hij nu is? Hij heeft een grote naam gevochten. Hij krijgt wel respect die hij verdient, maar hij zou wel wat meer respect kunnen krijgen soms, vind ik. Op social media bijvoorbeeld, dan word je snel ook afgekraakt, terwijl het helemaal niet nodig is. Maar er komt nog veel meer aan, dus dat gaat wel komen, want hij doet net mee, een jaartje. En daar. Ja, daar is het eigenlijk begonnen. Ja. Toen kwam hij in de spotlight. Ja. En wat betekent deze dag voor jou? Ja, dit is voor mij ook een topdag, die vergeet ik nooit meer. We hebben er naartoe gewerkt, wat ik zeg, hij kwam binnen in de C-klasse, we hebben doelen gesteld. We zijn die B-klasse doorgevlogen, daar vocht hij een eerste toernooi voor de rings, was dat. Die heeft hij gewonnen toen. En toen zijn we doorgestroomd naar de A-klasse. En toen heeft hij daar ook nog een toernooi gevochten, King of the Ring. Die heeft hij ook gewonnen. 3 partijen en dat was 3 keer de eerste ronde, geloof ik, uit mijn hoofd. KO'tje toch? Ja, alle 3. Ja. En toen kwam dit op ons pad. Goed, dat is een heel ander niveau. En dus we hebben de training nog wat opgeschroefd en nog wat scherper. Ja, en dat liep uitermate lekker, man. We hadden wel een verwachting. We wisten dat hij ver kon komen, maar zover, dat is altijd afwachten, man. Met 3 partijen op een avond. Ja, want hebben we wel gezien als de underdog natuurlijk. Toen wel, ja. Maar velen wisten ook niet dat hij al een beetje, heeft gezegd, die toernooi had gedaan. Velen dachten van dat hij helemaal geen toernooi had gedraaid. Denk je dat het heeft geholpen? Ik denk dat dat wel helpt, ja. Want ik denk dat je wel moet aanvoelen ook of je een toernooi kan vechten of niet. Of je je weer kan opladen, ja of nee. Zijn het 1 of 2 wedstrijden of 3? Want in dit geval zijn het er 3 als je blijft winnen. Dus dat zijn best wel veel partijen op een avond. Ja. Ik denk dat je dat moet willen en kunnen, man. Zeker. Nu? Wat train je nu voor? We zijn nu volop aan het voorbereiden voor 27 oktober. En Fusion Oberhausen vecht hij voor de wereldtitel. 75 kilo als hij skaller. En hoe denk je hoe je het gaat doen? Hij gaat het goed doen, man. Ja. Hij heeft 10 partijen gevochten voor Fusion. Alle 10 gewonnen ook. En dit wordt de 11e. De wereldtitel moet mee naar huis. Ja, gaat hij mee naar huis, denk je? Ja. En waar denk je wat de zwakte ligt van Assis Kall en de sterke van Eddie Simmelier? Hoe de zwakte? Ik weet dat Assis sterk is in de clinch, vind ik. De close combat, dichtbij vechten. Veel knieën, hoog, laag, naar het lichaam ook vervelend. En die hoeken eroverheen. Dus dat is zijn sterke punt. Ik vind hem op de afstand, gewoon op de gevechtsafstand met boksen, iets minder sterk. En daar is hij Andy heel sterk in. Dus je moet mekaars sterke punten respecteren en daaromheen bouwen, denk ik. Oké, dus ja. Assis Kall titel, dan heeft hij waarschijnlijk ook nog in december een wildcard verdiend. Ja. Kijken jullie daar ook al? Heb je dat al in je gedachten? Het zit wel in mijn gedachten, maar het zit zo dat we 27 oktober is die wereldtitel. Nou, dan heb je, als je klaar bent, nog een maand en dan is het eigenlijk al zover. 7 december, dus iets meer dan een maand. Dus dan trekken we in één keer door. Een paar dagen rust en dan gaan we door. Dus hij zit wel hier, maar we hebben het er nog niet zoveel over. Dat komt allemaal daarna. Ik ben Stefano Padilla. Ik ben een van de sparringspartners van Andy en daarnaast ook vaste verzorger tijdens kickboxgala's. Oké, dus jij stoont hem zeg maar klaar tot
tot een grote strijd, zeg maar. Nou ja, we doen het samen met Boy natuurlijk. Weet je, ik bedoel, ik probeer, Boy die is meer bezig met de pets, dat soort dingen met hem. En ik probeer gewoon echt gewoon met hem dat gevecht aan te gaan en te kijken, ja, wat we kunnen doen. Wist je altijd al dat het een grote vechter zou worden, toen hij hier kwam? Nou ja, laat me het zo zeggen, toen hij hier kwam, toen vocht ik volgens mij zelf ook nog wel wat partijen. En ik merkte eigenlijk wel al gelijk dat hij een jongen was die wel die stoten die ik gaf kon incasseren. En ook wel goed stoten kon uitdelen. Dus ik had wel zo'n gevoel van oké, deze jongen die gaat zeker wel ergens komen. En kijk, naarmate die op een gegeven moment beter werd, meer partijen begon te vochten, merkte ik steeds meer dat hij mij ook in zijn achteruit probeerde te, of kon zetten, snap je? Dus ik merkte wel echt dat die jongen gewoon potentie had om ergens te komen. En dat blijkt ook wel in de afgelopen anderhalf jaar wat we gepresteerd hebben, dus... Jij ontvangt die klappen, trappen, mm-hmm. knietjes. Mm-hmm. Ik weet niet wat er nog meer bij komt kijken, maar wat is het hardste wat aankomt? Wat de sterke kant? Snoeiharde low kicks. En weet je wat het is bij hem? Hij heeft bijvoorbeeld zijn jabs, die zijn keihard, weet je. Als je daarop loopt, dan is het gewoon... Hoe wil ik zeggen, zijn combinaties, zijn technieken, combinaties naar het lichaam. Het is gewoon het complete plaatje, snap je? Na zijn partij die heeft gewonnen, Abu Dhabi, zijn er meer mensen naar binnen gekomen, aanmeldingen van of ja, kijkers? Ik merk vooral dat zijn eigen uurtje, want hij geeft dan van 6 tot 7 geeft hij zelf les, weet je. Nou, dat zijn heel veel kinderen natuurlijk die heel graag door Andy Semelier getraind willen worden. Dat is ook mooi om te zien natuurlijk. En daarnaast bij ons, er zijn telkens meer andere sportscholen ook die uitstapje hier naartoe maken om gewoon te komen trainen met Andy Semelier en ook zichzelf daardoor beter te maken. Dus ik merk wel dat er meer mensen deze kant op komen om te trainen dan wel gewoon voor een dagje. Ja, yes, net klaar met trainen. Nu gaan we even naar het pleintje. Gaan we voetballen, chillen. Yes. Is bij een school. Dus meestal na school of buiten school tijd of in het weekend. Dan zijn we daar aan het chillen en voetballen. Hoe ik bij kickbox ben gekomen. Ja, ik ging mee met een vriend, een hele goede kickboxer. Ik ging mee naar een training en die training beviel me wel. De trainer zei dat ik heel veel talent had. In de eerste training had ik veel geleerd. Dus zo ben ik blijven trainen. Ondanks dat ik op voetbal zat, ging ik ook op kickbox. Voetbalcarrière. Ja, ik ging op voetbal sinds het mocht. Dat is 6 jaar zo uit mijn hoofd. En dat heb ik tot mijn 16e gedaan. Vanaf mijn 14 heb ik kickbox en voetbal samen gedaan tot mijn 16e, 2 jaar. Alleen toen ging ik steeds meer wedstrijden doen, dus toen heb ik voetbal laten liggen. Andere vechtsport laten oefenen durf ik nog niet te zeggen. Nu wil ik vooral het bij kickbox houden, focussen op het kickboksen. En ik weiger niet af, want ik laat de opties wel open. Misschien wil ik later wel MMA gaan doen. Ik heb qua opleiding de CIO's Heerenveen gedaan. Dat is sportopleiding, sport en bewegen. En dat heb ik afgerond voordat ik helemaal naar kickbox overging. Je kon ook zelfs bij Heerenveen voetballen of zo? Klopt, ik ben meerdere malen gescout. Voor Heerenveen, JPN, dat is voor jeugd, Nederlandse jeugdvoetballers. En Zwolle heeft me een keer benaderd. Dus ik ben voor meerdere dingen gescout. Alleen ik ben er niet mee doorgegaan. Kickbox lag me toch iets beter. Wat is de reden? Want met voetbal verdien je veel meer geld als het goed is. Ja, dat zou kunnen met voetbal, maar je moet wel iets gaan doen wat je wil blijven doen. En op dit pleintje, wat heb je allemaal meegemaakt? Ja, dit is het pleintje. Hier voetballen we. Je zit mooi dicht, hoef je niet elke keer de bal te halen. Maar hier voetballen, maar niet alleen voetballen, ook even staan, praten. Als je hier langs rijdt, zie je meestal wel iemand hier. Kijk, nu is het school, dus nu zie je niemand hier zien hangen. Slecht voorbeeld natuurlijk. Maar na school of weekend, dan kan je hier lekker balletjes trappen en kletsen met de kamer. Wat betekent zeg maar MLO voor jou? Hoe voel je thuis hier? Want je komt op Curaçao. Ja. En korte tijd in Amsterdam ook nog gewoond. Ja. Natuurlijk een heel groot verschil. Zeker. Druk, rustig. Ja, het is rustig, maar iedereen kent elkaar, iedereen is vriendelijk met elkaar, geen probleem. Ja, het is gewoon prima. En zeg maar, wat betekent kickbox voor je? Ja, kickbox is op dit moment maar alles. Ook al zou ik nu niet meer door kunnen met vechten, zou ik nog les erin gaan geven of daarin helpen waar ik kan. Desnoods spullen ervan verkopen, iets. Alles, kickbox kan ik niet meer loslaten.
Ook van plan om eigen gym te openen later in de toekomst? Of heb je die planning nog niet? Ja, zeker wel. Ik zou na het vechten zeker mijn eigen sportschool willen en de jeugd daarin opleiden. Maar ja, je bent een kickboxer. Ja. En je was de underdog. Ja. Maar nu heb je grote namen kapot gesloopt, vernederd zelfs sommigen. Ja. Maar je wordt nog steeds de patat. Huh? Ja, klopt. Maar nog steeds patat bakken. Ja. Snap ik ook wel, omdat het veel in de media is gekomen. En het is ook wel een beetje logisch, want SBR 6 vindt het natuurlijk mooie onderwerpen. Het vindt het alleen maar leuk om het zo te brengen. Alleen, zoals ik laatst ook in een interview zeg, ik werk één keer in de week. Of misschien zelfs geen één keer in de week. En als hij me belt, dan ben ik daar voor hem als ik kan. Want hij weet ook heel goed, hij traint bij ons, dus hij weet heel goed wanneer ik mijn rust nodig heb en wat ik wel niet kan werken. Dus ik werk echt alleen als hij me hulp nodig heeft. En ja, daarnaast ben ik gewoon fulltime kickboxer. Vind je het fucked up dat je die naam hebt gekregen en niet wordt herkend gewoon als de kickboxer? Een beetje wel, want de andere kant ook weer niet. De reden dat ik het wel een beetje zo vind is omdat je keihard voor je sport werkt en je anders neer wordt geschud. Maar aan de andere kant, ja, ik doe het ook. Ik werk ook in de veld. Dus ja, wat andere mensen ervan vinden, dat is niet aan mij. Maar is het dan ook niet gewoon dat mensen zeg maar, van buitenaf die niet verstand hebben van de vechtsport, dat die het zeggen? Ja. En de mensen in de vechtsport zelf die weten van ei. Ja, dat is het precies. De mensen die niet van het vechtsport weten, die denken, oh leuk, die snackbar jongen heeft iets gewonnen. Maar inderdaad, de mensen die ervan weten, weten ook heel goed dat ik. Dat ik keihard werk voor mijn sport en dat het nu beloond wordt. En je bijnaam, Bad News, wees het bedacht. Hoe kom je eraan? Ja, dat was een beetje als grap in de sportschool. Ik kreeg een nieuwe tegenstander. Die had afgezegd. Die had slecht nieuws. En toen mijn nieuwe tegenstander zeiden we slecht nieuws voor hem. En ja, zo is dat een beetje als grap steeds vaker gezegd. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Weet je, Bad News. Ik ga bad nieuws voor iedereen brengen, dus ik ben bad nieuws voor iedereen, dus mijn bijnaam wordt nu bad nieuws. Andy, yes. Wat eet je liever, frikandel of kroket? Frikandel. Snel bewegen en langzaam slaan of snel slaan en langzaam bewegen? Snel bewegen, langzaam slaan. Waarom? Omdat ik van mijn stijl hou en dat is snel bewegen. De top bereikt met kickbox of de top bereikt met voetbal? Top bereikt met kickbox. Wie is je inspiratie? Was Remy Bujaski, maar nu heb ik... Waarom? Ja, omdat hij ook dat bewegelijke stijl had op zijn tenen. Rambo of Rocky? Rocky. Tegen Typhoon voor een belt, vechter, of tegen Assis voor een ton? Tegen Typhoon voor de belt. Waarom? Omdat ik sowieso tegen Typhoon wil vechten en ook die belt wil van 72 kilo. En wie zou KO willen slaan in de ring? Typhoon. Oké. Nou, je bent weer geslaagd. Ik krijg natuurlijk al weer een shirtje. Ja. Nou, onze sponsor, Lala Minuut, mag ik deze overhandigen met je naam erop. Yes, thanks. Nou, onze andere sponsor, Takpaven, mag je natuurlijk ook een heerlijk geurtje geven. Oké. Bij deze. Gefeliciteerd. Nice man. Ja, ik ben bezig met mijn shirtjes. Zodra ze klaar zijn, kom ik die persoon naar je brengen. Is goed, broer. Yes. Hoes. Dus hier kom je om te ontspannen? Ja, man, lekker te chillen in de bubbelbad, sauna, zwemmen. Ja. En wat doet Bad News nog meer om te ontspannen in het leven? Ja, ontspannen. Als ik twee keer per dag train, pak ik 's middags ook nog even een dutje. 2 uurtjes ongeveer. Om even te herladen. En verder, ja, af en toe een beetje game. Gewoon rustig aan doen. Jij niet altijd bij deze gym gevochten? Nee, klopt. Daarvoor, Toontje. Ja, was de reden waarom je bent geswitcht? Ja, een beetje privéreden bij de trainer, dus daar ga ik niet veel over zeggen. En de gym ging een beetje achteruit, een beetje failliet. En toen ben ik
naar de buren gegaan, om zo maar te zeggen. Heel dichtbij zat de gym waar ik nu train. En ja, daar klikte het wel. Het is voor vele vechters namelijk altijd een moeilijke stap om over te stappen naar gym. Was het voor jou ook zo? Ja, het is wel moeilijk, omdat je toch wel iets met je trainer opbouwt. Dus dat was wel een lastige keuze, maar uiteindelijk moet je toch voor jezelf kiezen en wat voor jezelf het beste is. En dat was dit, de overstap. Ik heb jullie zien trainen, ik heb jullie zien lachen, hangen, praten. Volgens mij, weet je, is het ook een bij de gym waar je nu zit, een vriendschap? Ja, zeker. Ja, het zijn vrienden gewoon die met elkaar trainen. Dus je voelt je echt, zeg maar, thuis daar? Zeker, ja. Weet je, voor vele namen is de gym niet bekend. Ja. Weet je, je zou ook kunnen naar grote gyms, Vos Gym, nooit aan gedacht, nooit aan getwijfeld. Nee, nooit aan gedacht, nooit aan getwijfeld, maar sowieso ook niet van plan. Ik bedoel, ik kom niks tekort. Ik heb alles wat ik nodig heb hier en samen trainen we nog wel eens ergens anders. Maar dat is dan omdat we dat samen willen en samen voor kiezen. Ik zal nooit hier dit zomaar loslaten. Je hebt één partij verloren. Klopt. Omdat je altijd een traditie hebt, ja. Of een bijgeloof. Ja, de partij verloren kwam door omdat ik 8 tellen kreeg. Ja. We hadden 3 rondes gewonnen, helaas verloren omdat ik 8 tellen weg had gegeven. Tegen wie was die partij? Tegen Mohamed Touhouf, zoiets. En helaas daardoor verloren door die 8 tellen. Mijn bijgeloof is dat ik een snicker eet voor mijn wedstrijd. En dat deed ik elke wedstrijd, want mijn moeder gaf die altijd mee. En bij die partij had ik hem toevallig niet gehad. Die partij was op zondag. Ik had zaterdag geen snikken gehad, zondag vergeten. Zondag winkels dicht bedoel ik, dus kon ik niet meer halen. En die partij had ik verloren en daarna weer gewonnen en wel altijd weer mijn snikken gehad. Dus het is een beetje erin gaan zitten dat ik mijn snikken voor mijn wedstrijd moet. Daarna ben je aan het klaarstomen voor het grotere werk natuurlijk. Ja, ik ben nu aan het klaarstomen voor 27 oktober tegen Asikale voor de wereldtitel. Ja. Ja, wereldtitel is 5 ronden, dus we zijn nog harder aan het trainen dan normaal om 5 rondes keihard te gaan. Want je hebt ook vaak gezegd dat je probeert te ontduiken, ja, je wegrent, ja, dat je een blender heeft. Laat me het zo zeggen, zo kwam het over. Ja. Natuurlijk moet je wel respecteren als iemand afzegt, dat is topsport natuurlijk. Maar zo kwam het wel een beetje over, omdat het 2 keer achter elkaar gebeurde. 2 keer blessure en daarna wel tegen andere jongens vechten, dus dan komt het zo over. Maar je weet het nooit zeker, misschien heeft hij echt blessure, dus dat respecteer ik. En dit keer is het aan. Ik ga hem op een goede manier aanpakken. Voorspellings. Voorspelling? Is of 5 rondes op mijn naam, of een vroegtijdig einde. In de ranking sta je op onder Typhoon. Ja. Dat is de ranking van 72. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed, vooral omdat ik op 2... Op 2 gewichten op 1 staat en op 75 nu op de kans krijg voor de titel. En 72 hopelijk nog komt. Dus dat is een goed gevoel dat ik eindelijk nu gezien word dat ik bij de top hoor. Aangezien ik dat al zelf van mezelf al een tijdje wist. Is het mooi dat het nu gezien wordt. Maar welk gewicht vecht je het liefst? 72, 75? 72 vind ik de mooiste klasse. Maar 75 is ook makkelijk voor mij. Dus prima. Vind ik ook prima te doen. Typhoon staat bekend dat hij alles tot de details goed heeft. Ja. Wat denk jij? Typhoon vind ik inderdaad een nette vechter. Compleet plaatje. Maar ik denk dat ik degene ben die hem kan verslaan qua kracht, qua power. En zelf ook het plaatje heb die hij speelt, speel ik ook, alleen dan harder. Dus ik denk dat ik de type ben die hem kan verslaan daarin. En daar ben je gewoon verzekerd over. Daar ben ik heel zelf verzekerd over. Ja, we zijn hier bij de Patatbaas in Emmeloord in het centrum. Dit is de locatie waar ik werk. Wanneer je hulp nodig heeft, wanneer je personeel nodig heeft, noem maar op. Die je straks kennis gaat maken achter de balie is mijn baas en andere collega's. Eigenlijk gewoon vrienden. Ik zeg nu wel baas, omdat het eigenlijk mijn baas is, maar het zijn gewoon vrienden. We zijn gewoon vrienden van elkaar. Ja, we hebben het over veel gehad. Ja. Je carrière. Maar wat we nog niet over hebben gehad is het kickbox algemeen. De laatste tijd zie je ook vaak dat YouTube-sterren voorbij vliegen. Ja. En een ring ingaan. Wat is je mening daarop?
Ja, een beetje dubbelzijdig vind ik dat. Ik vind niet dat ze het te makkelijk in beeld moeten brengen. Want voorbereiden voor een wedstrijd draaien is niet iets wat je 1, 2, 3 moet doen. Niet 1, 2, 3 kan doen. Je moet echt goed op voorbereiden, goed op trainen. En dan pas moet je zo'n wedstrijd gaan draaien. Het is natuurlijk wel leuk voor tv, maar ze moeten het niet te makkelijk overbrengen. Denk je dat iets toedoet aan de vechtsport? Ja, ik denk toch wel dat het een goede beeld is dat ook andere beroemdheden gewoon een wedstrijd kickbox gaan doen en daar zonder ergens schade vanaf komen. Ik denk dat dat wel de mensen wel zien dat het goed is, kickbox. We staan hier in jouw zaak. Ja. Wat is je naam? Daan Jippes. Ben je gekomen bij sponsoring of samenwerking met Simuleer? Nou, ik train ook af en toe bij Bureau Center NOC. En we zaten een keer samen in de kleedkamer en zijn school was net afgelopen. Dus dat hij een paar uurtjes bij mij kon werken. En hoe lang zijn jullie al bevriend dan? Het is wel een jaar of 3, 4. Misschien wel langer. Oké, maar dus je zegt je kickbox zelf is ook? Ja, af en toe gewoon trainen hoor. Oké, maar ja, heb je dus met spar je af en toe ook met Andy, neem ik aan? Ja, maar dat leg ik. Ik ben geen partij voor hem. Hij pakt me dan nog wel goed aan. Oké. Ja, het is een grote partij, Abu Dhabi. Ja, neem aan dat je ook heel blij was toen je het won. Ja, zeker, absoluut. Vooral als fan ook natuurlijk. Ja, wereldprestatie. Ik zie het. En ja, de partij die nu aan zit te komen, wat nu aan het voorbereiden is tegen Assis Kalla. Titelgevecht. Ja. Hoe denk jij dat je het gaat doen daar zo? Ja, de belt mij naast. Voorspellings. Tweede ronde gaat hij zakken. Tweede ronde? Ja, gaat Assis zakken. Op wat? Knietje? Korte hoek. Korte hoek. Ja, net zoals bij Paul Jans. Mijn naam is Andy Bad News Hemelen. Ik wil mijn trainer bedanken, de sportschool waar ik train, iedereen die daar traint, voor het harde werken. Ik wil mijn familie bedanken dat ze achter me staan. En mijn sponsor Vechtsport Alleen voor de spullen, voor de harde voorbereiding. Dus alle vechters, ze komen voor jullie man. Tijd voor alle kampioenen. Assis Kalla, be ready. Push. Yes, kijkerinnen, dit was het weer. Ik wil Eddie Simuleer bedanken, Bad News, dat we een dagje in zijn Voice-lezen mochten kijken. En iedereen die eraan mee heeft geholpen. Ik zou zeggen, blijf nog steeds volgen op Voice TV Insta. En abonneer, duimpje, subscribe. En zie ik jullie volgende maand bij een gloednieuwe aflevering van Voice TV. De winnaar van de vorige aflevering is geworden Jaden Prijs. Wil jij kans maken op Nico Handschoenen? Stuur dan een filmpje van jezelf met mijn groet naar Warriors TV. Link staat je onder. Dan maak jij kans op Nico Handschoenen. Hoesje.